De angst, want je weet niet wat er komt en je weet niet wat er is. En dan heb je het dus over onderzoek naar baarmoeder als kanker. Ik ben gewoon heel blij dat ik gegaan ben en dat ik naar mijn gevoel geluisterd heb. En ik wil het in elk geval geprobeerd hebben, want als ik dit niet probeer, dan zit ik misschien nog wel al mijn vruchtbare jaren, om even zo te zeggen, tot het moment dat ik in de overgang ga met deze problematiek. En dat wil ik gewoon echt niet. Hey, hoi! Wat is leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Voor wie mij niet kent, mijn naam is Jorika en ik heb vandaag een video voor jullie over mijn baarmoeder. En dat gebied, zeg maar. Een verhaal wat verder gaat op mijn niche. Ik heb daar al heel veel meer video's over gemaakt in het verleden. En ik zal daar even een greep uit in de beschrijving zetten voor jullie. Mocht je nog niet eerder hebben gekeken, dan kun je daar eens kijken en horen wat hier allemaal aan vooraf gaat. Het is een video met rauwe beelden. Ik heb gewoon gefilmd op het moment dat het voor mij goed voelde om te filmen. En het zijn dus ook beelden die wat minder bewerkt zijn dan normaal wellicht. Het verhaal kan iets wat warrig overkomen, maar dat komt omdat ik gewoon best wel heel erg geschrokken ben van wat er gebeurd is. Het verhaal gaat dus verder op de klachten die ik heb en mijn niche. En het onderzoek daarna. En helaas liep dat een beetje anders dan ik had verwacht. En kreeg ik opeens te dealen met de vraag. Heb ik baarmoederhalskanker? Zo, ik dacht ik ga even naar boven rustig op mijn bed zitten. En dit even opnemen. Ik weet niet of ik dit ooit echt ga delen online. Maar voor het moment en voor mezelf wil ik het ook wel vastleggen. Ik ben namelijk gisteren bij de gynaecoloog geweest. En ik ben best wel geschrokken. Ik ging daar weer naartoe vanwege mijn niche, dacht ik. Ik heb namelijk nog steeds last van bloedingen, veel krampen. En gewoon problemen rondom de menstruatie. Als ik ongesteld zou moeten zijn, dan ben ik maar een heel klein beetje ongesteld. En door de maand heen heb ik gewoon elke keer bloedverlies. En het is eigenlijk gewoon een groot rommeltje en niet normaal, zeg maar. En daar heb ik best wel lang mee lopen klooien, zeg maar. Echt al wel een aantal maanden. Ik heb volgens mij rond de zomer, juni, juli of zo van 2020 dus, ook een video opgenomen met als titel Is de beelden oplossing voor mij? Want dat dacht ik toen nog en inmiddels is het nu september. Nee, het is 2 oktober vandaag. Eigenlijk vlak nadat ik die video had opgenomen ging het niet zo goed met die pil. En toen werd het steeds minder dat het hielp, zeg maar. De bloedingen kwamen steeds weer terug en ik had heel veel krampen elke keer en het begon gewoon steeds meer te rommelen. Want wat ik dus gedaan heb, is dat ik dus de pil ben gaan doorslikken in overleg met de huisarts om te kijken of ik op die manier gewoon minder last zou hebben van de bloedingen en de krampen. En dat leek dus voor ongeveer een aantal maanden tot 4-5 maanden of zo, denk ik, dat het wel echt prima werkte. En toen werd het minder. En eigenlijk had ik in eind juli, begin augustus had ik op een gegeven moment een periode dat ik gewoon 3 weken achter elkaar gewoon buikkrampen had. Gewoon de hele tijd buikkrampen op en af. En vooral overdag heel erg. En 's avonds werd het gelukkig wat minder. En heel raar dat ik dacht, dat is gek. Dus op een gegeven moment ben ik gestopt met de pil. En dan kijken of het dan helpt. Hè, dat de stopweek inlas en dat ik dan goed ongesteld heb en dat het dan over is. Dat hielp niet echt, want nadat ik dus niet meer ongesteld was, bleven die krampen elke keer ook komen. Dus dat was heel raar. En toen dacht ik, dit kan echt niet verder zo. Ik ga naar de huisarts en die heeft mij dus weer doorverwezen naar de gynaecoloog. En al met al moest ik dus een week of 5, 6 wachten voordat ik daar terecht kon. En dat was dus uiteindelijk gisteren. En ik heb met de vraag dus, wil je een echo maken en kijken hoe de niche er dus uitziet? En toen vertelde ik over mijn klachten. En eigenlijk zei de gynaecoloog toen al heel snel van, dat kan ook ergens anders doorkomen. En laten we even kijken hoe het eruit ziet. En ik ga verschillende onderzoeken doen. Maar we moeten ook andere dingen uitsluiten. Oké. Maar dus zij maakt een echo. En ze zegt van, als ik niet weet dat jij een niche hebt, dan zou ik zeggen, ik zie hier littekenweefsel. Ik zie dat je een keizersnee hebt gehad. Maar het ziet er eigenlijk best wel aardig uit. Het is niet dat je direct zo zoiets van in je face, dat is niet goed en dat is een niche. Wat dus na de bevalling van Max wel het geval was. Dus op zich natuurlijk gunstig dat dat dan minder zou zijn of beter zou zijn genezen na dus de tweede keizersnee. Alleen is dan wel, waar komen die klachten vandaan? Dus toen zei ze, dan moet ik wel een uitstrijkje gaan maken.
Dus zij met die in de bek in de weer en kijken hoe het eruit zag en weet ik het allemaal. En dan moet ik ook nog een kweek nemen en ze moest allemaal andere dingen doen. Ik denk, nou weet je, prima, doe maar. En toen zei ik van, nou, ik wil eigenlijk ook wel weten hoe het er dan echt uitziet. Want de vorige keren heb ik zowel hier gewoon in Twente als in Amsterdam ook een onderzoek gehad waarbij ze vocht of gel in de baarmoeder deden. En daarmee dus gewoon dan het contrast beter kunnen zien. Dus beter kunnen zien hoe die uitlopers zeg maar, van de baarmoederwand zijn. Dus ze zegt, ja, dat is wel een goed idee. Dan kunnen we dat in elk geval uitsluiten. Want daarmee kunnen ze zeg maar, dan de niche beter bekijken. Ik hoop dat jullie mij kunnen volgen, want ik ben een beetje haring in de war. Maar in ieder geval, dat dus. En dat wou ze dus ook doen. Alleen zegt ze, dan moet ik eerst even het uitstrijkje nemen. Want anders dan gaat dat allemaal niet helemaal goed. Dus ja, prima. Dus dat ging ze doen. En toen ging ze kijken. En toen zei ze allemaal dingen waarvan ik dacht... Ze zei, oh jee, oh, is dat een polyp? Oh, oh, oh. Nou, zoiets, zo ging het. Dus dat was heel gek. En ik dacht... En ik wist toen nog niet zo goed wat ik moest zeggen. Dus zij deed haar werk en ik zette mijn tanden op elkaar, want dat is natuurlijk niet heel prettig. En vervolgens schoof ze dus dat buisje daarna, nadat ze het uitstrijkje en alles genomen had, wat overigens niet heel veel pijn doet, maar het is gewoon niet comfortabel. Maar wat daarna kwam wist ik natuurlijk nog niet, althans dat had ik al twee keer eerder gehad, maar dat viel toen gewoon mee. Was gewoon niet prettig, maar dat deed niet veel pijn. Behalve dan dat je daarna gewoon menstruatieachtige krampen krijgt. Ja, dat is gewoon een beetje jammer, maar dat hoorde erbij. Maar nu kreeg ze al in eerste instantie überhaupt niet goed het buisje door de baarmoedermond heen. Want ze moet dan het buisje erin doen om daarmee natuurlijk met een spuit dan die vloeistof erin te kunnen spuiten. En dat kreeg ze niet goed voor elkaar, dus was ze een beetje mee aan het prutsen. En ik zei, ja, die baarmoedermond van mij zit volgens mij gewoon echt zo... Heel dicht, want een spiraal plaatsen is de huisarts destijds ook niet gelukt, omdat het gewoon veel te dicht staat. Nee, zegt ze, dat snap ik wel. Maar goed, een spiraal is natuurlijk veel groter en dit was een heel dun buisje, dus dat had ze er uiteindelijk in. En toen ging ze dus met de echo erbij in, zeg maar, ook kijken hoe dat eruit zag. Nou, en toen begon ze te spuiten en toen dacht ik, oei, dit is niet fijn. En verder en verder en verder en nog meer druk. En nou, ik verging van de pijn, dit echt zo zeer. En ze zegt, oei, het doet pijn of niet, ik kan het aan je zien. Ik zei, ja, maar doe maar. En, dus ik lag daar echt te puffen en te doen. En ik, ik had het niet meer. En gelukkig duurde dat niet heel erg lang. Want wat ze dus dan deed, was dus die baarmoeder zeg maar helemaal vol laten lopen. Maar ja, zo'n baarmoeder die vult zich dan. Maar die vult natuurlijk het laatste stuk pas op het eind. En in dat laatste stuk, daar zit natuurlijk die niche. Dus ze moest die druk gewoon best wel heel hoog brengen om dat goed te kunnen zien. En dat geeft gewoon direct heel veel pijn. Dus dat was echt wel heel erg na. En dat gaat ook niet direct weer weg. Dus op een gegeven moment toen ze klaar was, zei ze, ja, gaat het of moet ik het eruit pompen? Maar ja, dan moet ze dus nog een keer met een in de bek en nog een keer gaan frutselen. En ik had al zo'n kramp. Ik denk, ik kan me nooit ontspannen dat ze die in de bek daarin krijgt. Dus ik zei, nou, ik denk dat het wel beter gaat. Want de vorige keer was dat gevoel ook zo weer weg. Toen was het even rattig. En toen ik in mijn afstand, bij wijze van spreken, sloep, viel het er allemaal uit van mijn gevoel toen. Maar ja, dat gebeurde niet. Dus, oh, en het deed me zeer. En ik was daar nog even na de tijd met haar in de spreekkamer. Heeft ze me nog het een en ander verteld, wat ik zo meteen wel wil vertellen. Maar dat deed echt onwijs pijn. En toen zei ze van, heb je pijnmedicatie nodig? En toen zei ik, nou, ik heb nog wel wat bij me, dus dat komt wel goed. Dus nou prima, ik dat genomen. Dat wou ik dan doen, zeg maar, na die afspraak. Maar dat lukte uiteindelijk pas veel later, omdat ik daarna eerst nog weer een nieuwe afspraak moest plannen, zeg maar. En dat duurde allemaal heel lang. Dus op een gegeven moment stond ik daar op de gang bij die gynaecoloog en ik werd bijna niet goed. Dus ik ben toen maar gaan zitten. En dit was allemaal niet fijn. Dus ik was daar ook alleen, want vanwege de COVID moest je natuurlijk alleen komen. En ik dacht, ach, routineonderzoek. Ik ga wel alleen, maak niks uit. Maar achteraf had ik natuurlijk spijt. Want naast dit hele verhaal dat dit gewoon heel zeer deed. En dat ik daar flink van baalde. Had ik dus ook nog eigenlijk de boodschap van dat het dus ook wel wat anders aan de hand kon zijn. En dat vertel ik nu omdat ik het voor de zoveelste keer vertel. Wel redelijk rustig. Maar ik was echt... Ik heb wel zoveel gehuild de afgelopen 24 uur. En dat is gewoon eigenlijk door de angst, want je weet niet wat er komt en je weet niet wat er is. En dat wat ze allemaal zei en de, vooral die kleine woorden tussendoor toen ze bijvoorbeeld ging kijken hoe de baarmoedermond eruit zag. En het feit dat ze dan heel ietsjes dat aanraakt en dat het direct gaat bloeden, dat schijnt gewoon niet goed te zijn. En
Nou ja, ze gaf aan dat de uitslag over 2 weken komt van de kweek en de uitstrijkje, zeg maar. En dat ik pas over 6 weken bleek met het maken van de afspraak weer terecht kan. 5 of 6 weken. 5. Nou, maar ja, het in elk geval duurt nog heel lang. Voor een vervolgafspraak voor behandeling. En eventueel plaatsen van een spiraaltje, want ze denkt dat dat dan een betere oplossing voor mij zou kunnen zijn. Dus daar moet ik nu over nadenken. En de behandeling die zou kunnen inhouden dat ze in elk geval mijn baarmoedermond en hals iets wat gaan schroeien. Dat de cellen die daar dan zitten, wegschroeien, dichtschroeien, weet ik veel. Dat het in elk geval allemaal niet zo snel bloedt. Dus dat zou dan mogelijk een oplossing kunnen zijn. Daar moest ik over nadenken of ik dat wou. Maar dat staat dan nog even los van de andere onderzoeken. Want als dat niet goed is, dan krijg je natuurlijk een heel ander verhaal. En dan heb je het dus over onderzoek naar baarmoederhalskanker. Dus dat vind ik toch wel heel heftig. En ik merk dat ik daar best wel een beetje van down ben en van in de war ben. En nou ja, toch ook wel heel verdrietig van ben geworden. Omdat het toch wel heel erg rauw op me daar kwam. Dit had ik echt totaal niet verwacht. En ik hoop natuurlijk dat er allemaal niks aan de hand is en dat dit allemaal voor niks is. En dat het iets simpels is. Maar dat weet ik niet. Dus, Eén ding weet ik wel en dat is dat ik gewoon van al dat gehuil en al dat gedenk en alles gewoon heel erg moe ben. En dat ik gewoon vanavond op tijd naar bed ga en niks meer ga doen. Dus, en ik heb het ook verder nog niet echt gedeeld. Ik heb alleen natuurlijk mijn ouders en mijn familie wat verteld en mijn beste vriendin. Dat voor nu. Even weer een update. Ik sta op dit moment in een parkeergarage bij het UMC-locatie AMC in Amsterdam. Ik heb dus net ruim 1,5 uur gereden naar hier. En in de laatste update weet ik even niet meer helemaal helder wat ik had gezegd. Maar ik heb in elk geval nog niet verteld dat de uitslagen van de onderzoeken in Twente zeg maar helemaal goed waren. Er is dus geen sprake van een afwijkend uitstrijkje zeg maar. Dus, cellen die niet goed zijn. Dat kweek gebeuren wat ze had genomen was ook allemaal goed. Dus dat verklaart niet helemaal waarom ik die bloedingen dus heb en zoveel krampen heb elke keer. Mijn eigen gynaecoloog gaf een beetje als oplossing van ga maar gewoon een spiraaltje proberen. En dan kijken we dan wel weer verder. Maar ik moet zeggen dat ik dat niet helemaal als oplossing zie, omdat ik toch wel gewoon graag wil weten hoe het nou zit met die niche. En dat ik me daar toch niet echt zorgen om maak misschien, maar wel wil weten. Of daar nog iets, zeg maar, of er een betere oplossing is om dit te verhelpen. Dus lang verhaal kort, ze heeft mij uiteindelijk doorgestuurd. Want ik kom pas 10 november weer terecht en het is vandaag 29 oktober. 10 november kon ik dus pas weer terecht in mijn eigen ziekenhuis. En ik heb dus gevraagd of ze mij eerder een doorverwijzing kon maken. En dat kon gelukkig, dus dat is heel fijn. En toen werd ik eigenlijk heel snel en spontaan al gebeld door het AMC, dus hier in Amsterdam. Of ik al kon komen, want er was vandaag plek. Of anders was er pas 30 november plek. Dus dat duurt dan nog meer dan een maand. En dat heeft dus gemaakt dat ik bij beide handen heb aangegrepen. En nu dus hier in de parkeergarage sta. En ik ben een klein beetje vroeg. En ze hadden gevraagd om niet te vroeg naar binnen te komen. Dus ik dacht, ik wacht nog even in de auto. En ik heb even hier, ik weet niet of jullie dat zo kunnen zien. Even een paracetamol gesmolten, want die kan ik niet heel slikken. Omdat het onderzoek de vorige keer zoveel pijn heeft gedaan, had ik zoiets laat ik even in het vorige paracetamol nemen. In de hoop dat het iets beter te dragen is, de pijn. Want ik verwacht dat ze tijdens dit onderzoek ook weer de baarmoeder volmaken met vloeistof. Zodat ze goed de niche kunnen bekijken. En dat heeft mij eigenlijk voor de vorige keer zeg maar nooit... het is niet zo prettig. Het geeft een beetje krampen. Maar de vorige keer ging ik gewoon wat oud van de pijn. Dus daarom maar even dit als voorzorgsmiddel. En dan zal ik jullie dus straks vertellen hoe dit is gegaan. Hoe deze afspraak verliep. Maar ook wat het advies is. En dan hetgeen waar ik zeg maar over na kan denken. Dus dat even de update voor nu. Zo, ik zal... Oh, ik kan mijn mondkapje natuurlijk wel weer afdoen. Ik ben weer terug. Het is inmiddels na 12, dus ik heb echt een dikke 2 uur hier. Naar het noordoosten en sla linksaf. Een dikke 2 uur hier besteed. Het is een beetje een lang verhaal, maar ik heb goede hoop.
Er is duidelijk wel sprake van een niche, zegt deze arts. En nou ja, ik ben dus echt heel blij dat ik helemaal naar Amsterdam ben gekomen om dit te horen. Maar mijn kaartje die verloopt zo. Dus ik vertel het verhaal straks verder. Als ik weer thuis ben of ergens verder. Zo, ik ben inmiddels weer thuis. Ik ben best wel heel gaar. Dus ik weet niet of dit helemaal het moment is om daar een uitgebreid verslag van te doen. Maar ik vind het toch wel prettig om er even over te praten. Dus ik neem het gewoon op. En misschien dat ik deze beelden gebruik. En misschien wel helemaal niet. Als het te warrig wordt, dan neem ik het nog een keer opnieuw op. Het is inmiddels 2:30 geweest alweer. En ik ben vanmorgen dus om nou ja, iets voor 8 vertrokken. Ook heb dat bandje nog om trouwens. Dit bandje kreeg je bij de ingang als je geen corona-gerelateerde klachten had. Dus die zou ik zo even afknippen. Ik heb net in de auto echt een dik padje zitten janken. Maar ik merk dat ik het toch wel een beetje ingewikkeld vind. Ergens ben ik ben gewoon heel blij dat ik gegaan ben en dat ik naar mijn gevoel geluisterd heb. Want mijn gevoel zei, dit klopt niet en dit is niet voor niks. En ik heb last van mijn buik en ik heb last van die kramp en dat bloedverlies. En dat is niet, dat komt ergens door, zeg maar. Dat is niet, dat moet je kunnen verklaren, bedoel ik. En dat zijn mijn gevoel en daarom heb ik dus gevraagd om de verwijzing naar de gynaecoloog in Amsterdam dus. En ik was daar weer, dat is zo'n lieve man ook, zeg maar. Gewoon zo'n vriendelijke arts en hij probeert het heel goed uit te leggen. En als je vragen stelt, krijg je gewoon een antwoord. En ja, gewoon echt heel prettig. Ik heb echt het gevoel dat ik daar goed geholpen word. Overigens in mijn eigen ziekenhuis ook, want ik heb zelf ook echt een hele fijne gynaecoloog. Maar je merkt gewoon dat hij hier erg gespecialiseerd in is. En ja, dat kan mijn eigen gynaecoloog dus niet. Want wat dus mijn eigen gynaecoloog zei, ik weet even niet wat ik daarover wel gezegd heb en niet. Maar is dat ze dus niet echt direct een niche zag. Terwijl toen deze arts het onderzoek deed, zag hij het direct. En hij zegt, nee, er is echt nog wel sprake van een grote niche. En hij ging hem meten en hij zegt van, nou, dit zie ik en dat zie ik. En hij ging allemaal als verschillende hoeken naar die om het te bekijken. Want dat doen ze dus door middel van een inwendige echo. En wat hij ook zag was dat een deel in de niche, dat wat polypeus was, zoals hij het noemde. Een soort van weefsel wat daarin zit en wat dat dan precies is en hoe wat en wat dat betekent, weet ik eigenlijk niet. Maar ik neem aan dat ze dat dan ook weg gaan halen als ik geopereerd zou kunnen worden. Maar daar hebben we het verder ook niet heel uitgebreid over gehad. Hij zag alleen wel dus dat nou ja, die niche anders uitzag dan voorheen, zeg maar. Ik heb het net met mijn moeder over gehad en zei, nou, de vorige keer na de zwangerschap van Max, zeg maar, zag het eruit als een palmboompje. Alsof je, zeg maar, één deel had en dan met allemaal uitlopertjes. En nu zag het er meer uit als een soort van bloemkool, voor mijn gevoel. Dus een deel met allemaal wolkjes eromheen. Ja, ik weet ook niet hoe ik het uit moet leggen. Het is een heel apart gebeuren, zo'n niche. Maar ik vind het wel interessant om daar dan ook wat meer over te horen. Dus vandaar dat ik daar dan ook om vraag. En nou ja, wat ik dan nu, ben ik natuurlijk nog niet heel veel wijzer. Maar ik vind het wel fijn om te weten nou ja, wat er is, zeg maar, en hoe het eruit ziet. En hij vroeg of het oké was als hij nog wat vloeistof in de baarmoeder zou spuiten om het nog beter te kunnen zien. En nou, dat heeft hij gedaan. Dat deed hij overigens op een andere manier dan mijn eigen gynaecoloog. En dat deed dus op dat moment veel minder pijn. Nu moet ik wel zeggen dat ik nu nog wel echt behoorlijk buikpijn heb. Echt alsof ik heel erg ongesteld ben, zeg maar. Met af en toe wel echt hele felle krampen dat ik echt wel even in duik. Terwijl ik dus wel paracetamol heb gehad. Neem ik er trouwens zo meteen nog geen van. Want die is inmiddels natuurlijk alweer bijna uitgewerkt. Maar ja, ik heb best wel last van mijn buik. Maar dat doet niet af aan het feit dat ik heel blij ben dat ik ben gegaan. En dat ik nu weet dat dit het dus toch gewoon wel is. En dat ik ook gehoord heb wat er mogelijk kan. Want nou ja, er is een mogelijkheid altijd om het af te vlakken, de niche, zo noemen ze dat. Dus dan doen ze een operatie waarbij ze, zeg maar, het minder diep maken. Dus dat ze, ja, nou ja, het vlakker gaan maken in feite. Maar dat is bij mij niet mogelijk omdat het ja, maar een millimeter of wat dik is, zeg maar, die baarmoederwand. En ja, dat kan dus niet. Want als ze dat zouden doen, zei de arts, dan is de kans dat ze zo in de blaas of in de darmen schieten. En dan heb je veel grotere problemen. Dus dat kan bij mij niet. Wat wel kan, is natuurlijk het verwijderen van de baarmoeder. Maar dat wil ik nog niet. Dat vind ik te vroeg. Daarover heb ik ook al eerder wat verteld. Want ik ben tenslotte nog maar 30. En ja, nu denk ik dat ik niet nog een kindje wil. Maar wie weet dat ik daar over een tijdje wel anders over denk. Althans, ik bedoel, op dit moment hebben we geen actieve kinderwens. Zo noemen ze dat dan, hè, in die medische dingen.
Maar ik wil niet uitsluiten, of ik zeg maar, ik wil nog wel de mogelijkheid hebben om daar over een aantal jaar anders over te denken. Zo bedoel ik hem. Nou ja, en dan is er een mogelijkheid tot een operatie. En dat is onderdeel van een wetenschappelijk onderzoek. Net als de operatie die ik in de zomer van 2018 zou krijgen. Waarover ik natuurlijk in eerdere video's wel eens verteld heb. Die uiteindelijk niet nodig was, omdat ik toen wonderbaarlijk zwanger was van Sa. Super gaaf. En die operatie zou ik dus krijgen omdat wij wel een actieve kinderwens hadden. Die niet in vervulling leek te komen of leek te gaan vanwege de niche. En toen zou ik dus nou ja, in die groep zeg maar meedoen van vrouwen die graag kinderen willen krijgen. Waarbij ze dan die operatie uitvoeren en je ongeveer 6 maanden na de operatie weer mag proberen om zwanger te worden. Maar dat was bij mij dus allemaal niet nodig. Maar een vergelijkbare operatie doen ze dus nu wellicht in de toekomst ook weer voor vrouwen die geen actieve kinderwens hebben. En nou ja, op dit moment bestaat dat nog niet, gaf hij aan. Maar hij verwacht zeer binnenkort met dat onderzoek te mogen gaan starten. Dus ik heb mijn naam op de lijst laten zetten door hem. En op het moment dat er dan duidelijk wordt dat hij onderzoek gaat starten, dan krijg ik daar bericht van. Dan krijg ik de informatie allemaal aangaande dat onderzoek, maar ook aangaande de operatie, hoe dat allemaal zal gaan. En dan betreft het wederom een loting. En nou ja, die loting die zorgt er dus dan voor dat je... Ja, of ingelood of uitgelood wordt natuurlijk. Als ik ingelood word, dan word ik binnen 6 weken geopereerd. Als dat gezien de corona-omstandigheden zeg maar gewoon mogelijk is. En als ik uitlood, dan zou ik 9 maanden later alsnog geopereerd kunnen worden. En dan halen ze dus dat slechte deel weg. In de hoop dat het daarna weer goed aan elkaar groeit. Tenminste, dat is hoe ze het me de vorige keer hebben uitgelegd. En veel meer dan dat weet ik daar nu ook nog niet van. Dus dit is nog niet de laatste video in deze reeks, dat weet ik wel. Want ik weet dus eigenlijk nu nog niet heel veel meer. Behalve dan dat ik mogelijk wel geholpen kan worden. En dat gewoon maar een spiraal plaatsen voor mij nu niet als de oplossing voelt. Dus dat ga ik ook voorlopig niet doen. Ik ga gewoon nog even door met de pil en ik wacht af. Hopelijk duurt het enkele weken en dan hoor ik weer wat. Ik heb in elk geval een belafspraak over 6 weken weer. Om het er nog eens over te hebben en nou ja, te kijken hoe het er dan voor staat. Dus ja, ik hoop natuurlijk stiekem dat ik binnen die 6 weken al een, hoe zeg je dat, al een berichtje ontvang dat, nou ja, dat de studie gaat beginnen. En nou ja, dan zal ik waarschijnlijk weer helemaal met de officiële papierwinkel een nou ja, officieel toestemming moeten geven. Omdat het natuurlijk dus nog geen... ja, gewoon een operatie is waar je gewoon, nou ja, kijk, als je knie kapot is, krijg je gewoon een operatie aan je knie. En dat is prima, maar hier doe je echt meer wetenschappelijk onderzoek. Dus het is, dat loopt iets anders, weet ik, van de vorige keer. Dus, maar, lang verhaal, maar dat hoeft verder nu niet. Ik ben in elk geval heel blij dat ik naar mijn gevoel heb geluisterd en dat ik naar Amsterdam ben gegaan. En dat ik daardoor de gespecialiseerde gynaecoloog gezien ben en nou ja, dit heb gehoord. Want het voelt wel als een nou ja, opstapje naar een oplossing van mij. En ik wil het in elk geval geprobeerd hebben, want als ik dit niet probeer, dan zit ik misschien nog wel... Nou ja, al mijn vruchtbare jaren, om maar even zo te zeggen, tot het moment dat ik in de overgang ga met deze problematiek. En dat wil ik gewoon echt niet. Dus, ja, het was een best wel heftige dag. En de reden dat ik, want daar begon ik natuurlijk dit verhaal mee, dat ik zat te huilen in de auto, was eigenlijk omdat ik op een of andere manier toch, en ik wil helemaal niet die slachtofferrol aannemen hoor, maar wel regelmatig denk, waarom heb ik dit allemaal? Waarom gebeurt dit allemaal bij mij? En dat helpt natuurlijk niks om dat te denken. Maar het had natuurlijk ook allemaal veel erger gekund. Ik bedoel, voor hetzelfde geld had ik nu gehoord dat ik baarmoeder als kanker had of zo. Dat is natuurlijk veel erger. Maar neemt niet weg dat je soms echt wel denkt van dukkie me, waarom heb ik toch het een op het ander? En nou ja, heb ik zoveel pech rondom dit, zeg maar. Want ik had zo gehoopt dat het, nou ja, na de zwangerschap van Sa gewoon klaar was, zeg maar. Maar goed. Dat is niet zo en ik moet het ermee doen. En weet je, er zijn veel ergere dingen en dat realiseer ik me ook. Maar af en toe denk ik wel even, hè, shit. En helemaal als ik dan aan het berichten sturen ben met een heleboel andere lieve leuke vrouwen zoals jullie. Die, nou ja, hè, mij sterkte wensen. Ook op een dag als vandaag, want ik had een kleine story gedeeld op Instagram. En krijg ik zoveel lieve berichten en dat vind ik echt zo attent. En ook van heel veel vrouwen die in dezelfde situatie zitten. Want inmiddels volgen ook een heleboel vrouwen mij die... Nou ja, ook een niche hebben. En voor jullie wil ik dit juist ook delen. Want ja, weet dat je niet alleen bent. Het is gewoon best wel...
Het is gewoon echt, ja, rattig en heel erg balen. En dan is het gewoon fijn om te weten dat je niet alleen bent. En ook ik weet nu dat ik niet alleen ben. Want ik krijg zoveel berichtjes van allemaal, nou ja, lieve mensen, zeg maar. Die mij hierin steunen. En die het soms ook zelf hebben, soms natuurlijk niet. Maar, nou ja. Mij is wel, of hoe zeg je dat? Ik weet nu uit ervaring dat het soms goed is om er gewoon over te praten en het te delen. En dat, nou ja, dat soms ook gewoon elkaar helpen, zeg maar. Maar goed, lang genoeg gekletst. Deze video is veel te lang geworden volgens mij. Want ik heb echt heel veel stukjes aan elkaar geplakt. En aan elkaar gekletst. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. En nou ja, mijn verhaal te horen. Interessant, weet ik veel hoe je dit noemt. Whatever, maakt het niet uit. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Heel tof. En nou ja, wil je erover praten, mag in de reacties hieronder. Maar kan ook privé via Instagram, als je dat wil. En ja, to be continued. Because it ain't over yet. Maar goed, maakt niet uit. We gaan ervoor. En ik geloof wel echt dat die positieve mindset daarbij ook heel erg gaat helpen. Dus ik wil het ook graag op een positieve manier afsluiten. Ondanks dat ik me er gewoon nu op dit moment even best wel een beetje vervelend over voel. Ja, ik denk wel dat het uiteindelijk wel goed komt. En dat ik deze kans wel echt nou ja, met beide handen moet aangrijpen, zeg maar. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot de volgende. Doei doei!